hier. We kruipen onder onze meegekomen schaduw uit en vinden hier een plek onder de horizon die iedereen, onder de zon die iedereen gelijk verwarmt, omarmt. We hebben uitzicht op een ongeschonden horizon, herkennen Rembrandt, Ruisdaal, Rietveld en de zonnebloemen van Van Gogh. We hebben doelbewust gekozen voor dit land, dit open Nederland, omdat hier vrede is en toekomst voor ons en onze kinderen. Wij zijn hier vrij en zoveel mensen zijn hier tolerant. We zijn ontworteld en ontheemd, maar zoeken hier een eigen plek en rust, bescherming en bestemming tegelijk. We brengen mee een roos, een klapzoen en een uitgestoken hand. De ene zoon uit Canada, de andere uit Thailand, een dochter die in Haarlem woont, een man nog in Brazilië, één broer zit in Almere buiten en onze moeder in Almere haven. Hij wacht op zijn 5 kinderen, die zijn in Syrië. Als straks iedereen met iedereen herenigd is, dan kruipen we hier samen onder onze meegekomen schaduw uit. Hi again. I should say some words for this great potteries. Thank you for the point. Thank you for everybody that us to make this connection. It's more than a story. If we want to make stories, we can imagine nice things in our minds to make nice stories from the magic or from the future, from the past, or just historical stories. Here, the stories and the pottery pass this way to arrive message for the people, for the Dutch people, for the people who are living here, that yes, we are refugee. This is the word, the rule word, or in law, they call us refugee. But we want to tell the people about our life there and our situation, why we lived. And then we arrived here and as a refugees, but let's cancel this word a little bit and talk about some nice other words they use it. Our friends, our Dutch friends use new neighbors or new Dutch people, fresh friends, or anything else to cancel this idea that you are a refugee and I'm like a citizen from the first level. We are all human. That's it. Thank you. Yes.